Velo de Rijp, stel je eens voor. Ja, ik ben Velo de Rijp, ik ben 22, ik ben centrumspits en ik kom uit Amsterdam. Hiervoor heb ik bij Shabab gespeeld en dit jaar kom ik bij Quickboys. Ja. Wat doe je in het dagelijks leven? In het dagelijks leven, ja, ik heb mijn hele leven prof gespeeld, dus is het wel eventjes een omschakeling van voetbal naar eventjes maatschappelijke werken. Maar ja, nu gewoon voetbal weer, hè, van aan de bak. Ja. Waar heb je gespeeld als prof? Ik heb bij AZ gespeeld, bij Telstar en Groningen. Ja. Wat voor spits ben jij? Ik kan me in de diepte gebruiken, zowel gewoon in de bal, uit de bal ben ik. Ik heb mijn snelheid mee, ik ben sterk, dus mijn spelers die komen daar naar omheen. Ja. Je doet me een beetje denken aan Shima Onyeka, zegt die naam nou iets? Ja, ik heb het wel eens gehoord, ik heb hem wel eens heel af en toe zien spelen, maar verder weet ik niet heel veel over hem. Ja, je bent een aantal dagen onderweg bij Quickboys, eerste training meegemaakt. Hoe is het met de conditie? Ja, dat is prima. Ik heb lang gevoetbald met Shabab. Ik heb misschien maar 3 weken vakantie gehad, want we zaten nog in de landelijke beker. We deden nog meer voor topklasse, dus ik heb heel lang gevoetbald, doorgevoetbald, dus de conditie is gewoon in orde. Ja, Shabab, die promoveerde uiteindelijk naar de topklasse. Achteraf misschien een beetje spijt? Nee, deze vraag heb ik wel vaker gekregen, maar ik heb voor Quickboys gekozen, een mooie uitdaging. Dus kijken wat ik hier of ik hier het team kan versterken. Ja, wat weet je over Quickboys? Dat het een club is die de ambitie heeft om kampioen te worden. Ik denk dat het belangrijkste is voor een club, dat ze zulke ambities hebben om kampioen te worden. Dat is echt genoeg. Niks meer, niks minder. Ja, wat is jouw ambitie? Ook kampioen worden met Quickboys. Succes dit seizoen. Dankjewel.